Een van de mogelijke tegenstanders van Club Brugge is dus het Nederlandse Feyenoord dat gisteravond Tottenham Hotspur uit de beker wipte. Feyenoord had de heenmatch in de Kuip met 1-0 gewonnen en speelde gisteravond op White Hart Lane moeizaam 0-0 gelijk. Maar toch voldoende voor een plaats in de halve finales. Vooral in de tweede helft werd Feyenoord overrompeld door een ontketend Tottenham. Feyenoord zal het seizoen moeten afwerken zonder zijn trainer Hans Dorier. Die is vanmorgen, ondanks de kwalificatie, door het bestuur geschorst wegens kritiek in de pers.